Karen Dame is momenteel te zien in Assise 2. Maar hoe zit het eigenlijk met haar tv-plannen? De naam van Karen werd namelijk niet vermeld tijdens de perspresentatie van de meest belangrijke programma's van 4 en 5, die we later dit jaar te zien krijgen. James staat hier achter mij mee te luisteren. Er is mij afgelopen week iets opgevallen. SBS heeft de nieuwe programma's voorgesteld, maar ik zag Karen Dame haar naam nergens vermeld. Nee, dat klopt. Maar dat wil niet zeggen dat er niks meer wil gebeuren. Aha. Ben je al bezig met iets? Ik ben in mijn kop al met veel dingen bezig, maar niks concreet. Dus het is eigenlijk daarom dat ik nog niks kan zeggen. Gaan jullie samen iets doen, James en jij, dit jaar? Ik hoop het. Ik hoop het echt. Ja. Ja, er zijn zoveel mensen die komen vragen, wanneer doen we nog eens een programma met een James? En iedereen vraagt en wij willen dat zelf ook heel graag. Dus ik denk wel dat dat er nog van komt. Ik heb gehoord dat James droomt van een duet op jouw volgende album. Is het echt? Dat is allemaal niet waar. Ja, had hem leert zingen, mag je. Oh, James. Het interview. James. En ik dacht James. Dat je mij graag zag. James, dit is het bewijs volgens mij dat Karen Dame nog niet naar 40-45 is komen kijken. Ik ben wel al komen kijken, maar nog niet met James, want ik mocht nog niet. Dan gaan we dan een keer verandering in brengen. Hè? Ja, en dan zal ik nog heel veel oefenen, zodat je toch overtuigd bent van mij. Schat. Zoals ik overtuigd ben van u trouwens, want ze heeft fantastisch gedaan. Merci.